Jolanda van Jolanda's Staartatelier. Welkom bij Back to the Basics. Oftewel, we gaan terug naar de basis van het bakken. Standaard dingen, algemene kennis opvijzelen. Het kan over van alles gaan. Deeg, meel, ingrediënten, noem het maar. En vandaag gaan we aan de gang met bladerdeeg. Voor velen is dat een lastig onderwerp. Ze zijn er een beetje huiverig voor. En ik wil jullie graag laten zien dat het eigenlijk best wel meevalt. Kijk je mee? Met bloem. Ik heb daar meestal patentbloem. Het zout. En 50 gram roomboter op kamertemperatuur. De boter werk je nou door de bloem heen, tot je een beetje een structuur krijgt van broodkruim. Het is gewoon een kwestie van door je vingers laten glijden. En ondertussen de boter fijn knijpen in de bloem. Dan zul je merken dat op een gegeven moment vanzelf de klontjes boter verdwijnen. Dat is het eindresultaat wat we zoeken. Als je op dit punt bent, dan kan het water erbij. Dat werk ik eventjes met een lepel of een vork of net wat je bij de hand hebt. En doorheen. Tot alles een beetje bij elkaar begint te komen. En dit is het dan wat je krijgt. Een mooi soepel deegje. Dat gaan we even tot een globaal rechthoekje van vormen. Je handen kan je makkelijk schoonvegen door ze even langs elkaar te wrijven. Dan nemen we een stukje vetvrij papier of huisartfolie, mag ook, maakt niet zo heel veel uit. Daar pak ik het in. En dat gaat zo een half uurtje in de koelkast. Goed, we zijn nu bij het onderdeel gekomen dat we de boter gaan voorbereiden om in het deeg te verwerken zo meteen. En dat doen we door even lekker agressief aan de gang te gaan. Moet je maar eens even kijken wat er gaat gebeuren. Wat ik nu dus eigenlijk aan het doen ben, is de boter, wat eigenlijk een homp was, terug te brengen tot een plak van ongeveer een centimeter dik. En dat gaat met het nodige geweld gepaard. En dat is hem. Die gaat nog even in de koelkast. Nog even goed koud worden. En dan gaan we hem straks in het deeg bewerken. Oké. Het deeg is gekoeld. De boter is gekoeld. En nu gaan we die twee samenbrengen. We beginnen met het werkoppervlak, te bebloemen. We pakken ons deeg. En nou is het de bedoeling dat we de vier hoeken naar buiten werken, zodat we straks die flappen om de boter heen kunnen vouwen. We kijken of de boter erin past. En nu gaan we het deeg om de boter heen vouwen
En dat moet je echt zorgvuldig doen, zodat er geen gaatjes zijn waar de bodem uit kan lopen. Dit is dus als het ware een envelop waarin ik de bodem verstopt heb. En die ga ik nu verder uitrollen. Goed. Ik heb nu een mooie rechthoek gemaakt en die gaan we opvouwen. Ik doe hem altijd in vieren. En dan hebben we ons eerste pakketje. Dan ga ik hem nog een keer uitrollen. En nou weet ik dat er heel veel mensen ook zo'n moderne rolstokken hebben. Maar voor dit werk is de ouderwetse deegroller toch het fijnst, omdat je de druk mooi kunt verdelen op het deeg. Goed, het is weer opnieuw uitgerold. Nu ga ik hem nog een keer opvouwen. En dan gaat hij weer in de koelkast om goed koud te worden. Want hij begint nu weer een beetje warm te worden. Ik heb de bladerdeeg uit de koelkast gehaald. En we gaan hem nu weer uitrollen, opvouwen, uitrollen, opvouwen. En dan weer in de koelkast voor een rustpauze. Dus dan gaan we weer. Nu heb ik hem weer uitgerold tot een rechthoekige lap en die gaan we weer een keer opvouwen. Opvouwen. En dan hebben we weer het pakketje waar we mee begonnen zijn. Dat gaan we nou nog één keer doen. En als je nou merkt dat de laagjes niet meer goed op elkaar liggen, corrigeer het een beetje. Probeer je lap zo recht mogelijk te houden. Dan ga ik hem weer opvouwen. Weer in. We herhalen deze procedure nog één keer, dus koelen, uitrollen, opvouwen, koelen. En daarna is je bladerdeeg gebruiksklaar. Dan kun je hem verder uitrollen in het formaat en model wat je hebben wilt. En kun je hem bakken op 200 graden in ongeveer 20-25 minuten tot hij gaar is. Let er wel op dat de kleur mooi wordt. Niet te licht, maar ook weer niet te donker. Hou hem gewoon in de gaten. Dat is de beste methode om je bladerdeeg mooi te krijgen. Zo, dat was aflevering 1 van Back to the Basics. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. En als je zelf nog met een probleem zit op bakgebied, schrijf het gerust hieronder. Dan zullen we er zeker aandacht aan besteden. Ten slotte, vergeet ons filmpje niet te liken. En als je nog geen abonnee bent, wat let je? Abonneer je op onze video's. Ben je er altijd bij. Dus volgende keer weer. Doei doei! Goed, de tatate. Waar beginnen we mee? Met de karamel. Je gebruikt een pannetje wat er tegen kan om verhit te worden. Op de plaat zetten. En de suiker in een dun laagje op de bodem verspreiden.
En dan is het wachten tot de suiker een mooie mokka kleur krijgt.